Wat is er mooier dan in je vakantie op dinsdagmorgen naar PSV? Op zoek naar je helden. En wij zijn op zoek naar de nieuwe speler. Stanislav Manolev. Maar we zien hem niet. De Bulgaarse verdediger wordt 's middags pas om 1 uur gepresenteerd. Wie we wel zien zijn een aantal spelers van Jong PSV. We zien Luc van Acht. En gelukkig ziet hij ook net op tijd de camera. En wie we ook weer eens voor het eerst op het veld zien is Funzo Oyo. Hij raakte 4 weken geleden in de wedstrijd tegen Mierlo Hout geblesseerd aan zijn heup. En is op de weg terug. Het was druk op de hertgang en dat komt omdat de vakanties begonnen zijn. En dat is een vreemd gevoel. Aangezien PSV zondag alweer aan de competitie begint. En donderdag moet spelen voor de Europa League tegen Tjernomore. En na een uurtje houdt de jongeling Funzo Oyo het dan ook voor gezien. De technische staf wil niet te veel risico met hem nemen. Om 1 uur is het zover op het stadion. Het voorstellen van Stanislav Manolev. Ja, de derde aankoop, grote aankoop van dit seizoen voor PSV. En wederom een jongen met internationale ervaring. Die een aantal interlands gespeeld heeft. Zijn naam is Stanislav Manolev. 23 jaar. Geboren en getogen in Bulgarije. Waarvan hij de laatste 3 jaar bij Litex Lovech gespeeld heeft. Daar hebben we ook al een lange tijd, wordt hij al gevolgd. Door de PSV, dus er zijn voldoende rapporten over. En voor PSV was het een speler, een must-have, waar de trainercoach zei, dat is een man die ons op termijn sterker kan maken. En vandaar dat we de onderhandelingen gestart zijn. En dat heeft geresulteerd in een contract voor 3 jaar, voor Stanislav, met een optie voor PSV voor 2 jaar. Ik kan me aansluiten bij de woorden van Jan, dat is... Dat wij als technische staf er blij mee zijn dat we weer een speler in het kader hebben die eigenlijk veelzijdig is, die op meerdere posities inzetbaar is. Hij heeft de laatste jaren als rechtervleugelverdediger gefungeerd bij zijn club. Maar hij is op meerdere posities is hij inzetbaar. En daar gaat altijd mijn voorkeur naar uit spelers te hebben die wat dat betreft op 1 of 2 posities uit de voeten kunnen. En dat kan hij zeker. En ik ben er blij mee. En als de eerste Bulgaar in dienst van PSV uiteindelijk het shirt krijgt van PSV-icoon Willy van der Kuilen, mag hij zich PSV'er noemen. En daar is trainer Fred Rutte blij mee, want hij zit op dit moment dun in zijn verdedigers. 'S Morgens hadden we namelijk al gezien dat Mike Sonneveld nog steeds last heeft van zijn voet. En apart wat rondjes liep, net als zijn medeverdedigers Matza Rodriguez en Jan Kromkamp. En 's middags zien we hem voor het eerst op het veld, de jonge Bulgaar. En hij laat meteen aan zijn trainer zien dat hij buiten defensieve ook offensieve kwaliteiten heeft.